We zijn weer terug in het eerste wereldje en we zijn erachter gekomen dat hier nog manen te vinden zijn. Dus, onderzoekmodus gestart. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik ben er weer, trainer Stevie, terug in het watervallenrijk. Goedzoeker, bla 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 bla. Dat boeide niet. In de vorige aflevering hebben we alle manen en paarse muntjes die met veel pijn en moeite eigenlijk te vinden zijn. Hebben we ze weten te vinden en zijn we dus door een schilderij teruggekomen in het watervallenrijk. En in het watervallenrijk bleek dus tot er manen te vinden zijn. Het was hier. Dus daarom gaan we deze aflevering eventjes dit rijk eens even completen. Want we kunnen natuurlijk niet... Volgens mij is het Paul Link op... Ook kan ik dit... Nee, ik kon het niet zeggen, helaas. Maar natuurlijk willen we dus naar het Stedenrijk. Of volgens mij was het Donkey Kong City. Ook proper in. Maar ja, daar willen we dus wel naartoe met wat meer manen. Ik bedoel, ik serieus. Zonder dit, dat kan niet. Dus laat ik dit nou eens een keertje niet falen. Dit zou te halen moeten zijn met de long jump. Speedrun! Ah! Te veel speedrun! Take it back! Nee! Zo moeilijk is het niet als je gewoon maar heel eventjes focust. Je hebt een maan. Nou, net zoals altijd gaan we dus niet echt de hele exploratie hebben. Er wordt het dus weer een research van waar kennen we de manen vinden, waar niet en noem het maar op. Dus het wordt weer een heerlijk knipverstijn voor onze editor. Ik hoop dat onze editor dat niet erg gaat vinden. En sorry Amaris. Nou ja, in ieder geval, ik zie jullie als we weer een maan hebben gevonden. Of paarse muntjes. Oh, nee. Weg met die schaar. Weg met die schaar. Wij gaan nog niet knippen, want we hebben paarse muntjes gevonden. Hoeveel paarse muntjes moeten we eigenlijk nog hier vinden? Krijgen we nou wel mooi een antwoord op? Want ja, we willen natuurlijk deze ook helemaal 100%. 20 paarse muntjes, daar is nogal een hoop. Oké, dus we moeten nog 20 paarse muntjes moeten we nog zien te verzamelen. En we hebben nog wat veel manen te zoeken hier. Was dit al te halen? Hebben we dit al gedaan? Volgens mij was dit required. Ja, dat was definitely required. Oké, kom maar met de schaar. Ondertussen, hier in een achterhoekje, vinden we nog wat paarse muntjes. Ik zal heel even op de map laten zien waar we zijn. Dus heel simpel, gebruik deze hoede en... Oink. Hoezee. Vraag mij af, hebben we deze al gedaan? Ik kan me herinneren dat we deze gedaan hebben. Wacht, dan kunnen we uitzoeken. Even kijken. Race tegen de klok. Er zijn nog veel manen die we hier moeten halen. Nee? Dan heb ik dit in mijn testfase Oh, great. We mogen gaan golven, wat leuk. Oh, we hebben hier bijna helemaal geen manen. Zo erg is het. Change op golven, wat leuk. Hole in one. Maar dat verklaart wel een hoop. Ik bedoel, serieus. Ik bedoel, in mijn testrun heb ik dit natuurlijk al gedaan. Oh, trickshot. Like it. Maar ja, het zijn toch weer twee manen die we hier kunnen gaan halen. Dus waarom ook niet? Al moet ik wel zeggen, change op golven. Ja, ik vind het wel grappig verzonnen. Het is eigenlijk meer change op biljarten. Doink, doink, doink. Je hebt het voor elkaar gekregen. Gefeliciteerd. You did it. Change on biljart. Ja, het wordt hier ook biljart genoemd. Ik weet niet hoe ik bij golven kwam. Ik ben dom. Oké, dus deze die willen we eigenlijk via die hoek raken. Iets te schuin. Nog een keer proberen. Zo dan. Oh yeah. Dat wil zeggen dat we hier een... Ik weet niet hoeveel manen het nog te halen hebben. Sorry Amaris. Pak de schaam maar weer. Het zijn echt allemaal van de kleine dingetjes, weet je wel. Want hier vinden we ook weer 3 paarse muntjes. Hoezee. Dan vraag ik me trouwens wel af. Was dat ding daar al eigenlijk geopend door ons?
Hallo. Mag ik heel eventjes jou storen, vriend? Dat zijn alleen maar muntjes. Never mind. Ik heb geen idee hoe ik dit al gedaan heb. Wat is het nadeel als je anderhalve maand niet meer hebt opgenomen? Hebben we dit gedaan? Was dit toegankelijk? Ik heb twijfels. Hé, hey, sorry, ik heb dadelijk nog wel een extra pokerpet voor je. Kom op. En anders, als we hier echt alles al gedaan hebben, weet je wel, dan mag je dit helemaal eruit knippen. Scheelt ook weer inderdaad... Ja, ik heb tegenwoordig wel onze editor iets duidelijker er even in gezet. Ik bedoel, dat is wel zo vriendelijk. Oké, even. Volgens mij kennen we hier naar beneden. Lijkt hier alsof dat een secret to everybody zit. Kom hier. Geef gelijk een indicatie of we hier al geweest zijn. Nee, we zijn hier nog niet geweest. Oké, laat het erin, laat het erin, laat het erin. Ah, wees niet zo grumpy. Kom op. Brengt ons in ieder geval weer wat extra manen. Maar dat wil zeggen dat we volgens mij alle deuren hier nog moeten doen. Oh, double down. Oeh, double down. Daarboven zit het zeker twee, everybody. Ik weet het zeker. Auw. We got this. We got this. We don't got this. Daarboven zit het secret. Dat kan niet anders. Waarschijnlijk iets met paarse muntjes. Daarboven zit het secret. Oké, wacht even. Go. There we go. Got it. Al die moeite voor vier paarse muntjes. Ik bedoel, dit was moeilijker dan een hidden maan. Laten we eerlijk wezen. Oh, dit is echt erg. Dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Jee, je hebt de maan voorbij de ravijnklipte. Wat leuk. Nee, stop. Stop, 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 stop. Daar zit de maan. Gimme. I don't care. Hoezo zat deze er... Oh boy, ik druk op de verkeerde knop. Hoezo zat deze er eerst niet? Wat is dit voor hekserij? Kom op, ik kan deze sprong maken. Ik kan... Oh, de... Yes, stop het, chain jump! Dat is zo evil! Ik wou uitsloven! Eenzaam op een rots. Het ergste is ook nog eens een keer. Je bent hier al geweest. Je trekt die checkpoint uit de grond, weet je wel. Echt letterlijk en verheurlijk. En dan komt het spel aan. Nee hoor, er zit nou nog geen maan. Nu zit er wel een maan. Nu mag je hem hebben. Soms dit spel, jongens, echt serieus. Ik heb er een laag van. Nee, laat dit er maar uit. Laat dit er maar uit. Laat... Nee. Ik vind het grappig hoe dat we hier eigenlijk een reistip krijgen voor een driedubbele sprong. Terwijl we dat al lang weten. En hier krijg je ook nog eens een keer de tutorial van een driedubbele. We hebben een maan. Speaking of manen trouwens, jongens. Hier zit er ook nog eentje. Gewoon hier voor de, ruit voor de picking. Waarom hebben we mensen nog niet? Jongen, wat grappig. Al vraag ik me eigenlijk wel af. Zijn we daar al beneden geweest? Volgens mij wel. Toch? Ik bedoel, ik weet dat we de Captain Toad nog moeten halen. Maar zijn we daar al beneden geweest? Jawel, toch? Toch? Amaris, weet jij dat? Zijn we er al geweest?
Ja, geef me nu een antwoord en ik kan het niet zien in verband met... Ja. Nee, laat dit er maar uit. Laat ik eerst naar Captain Toad gaan dan. Hi, Captain Toad. Je hebt een maan. Hallo, Toad. Ik vind het zo stom dat hij je Toadbaas heet. Waarom heet hij je Toadbaas? I spy with my eye something shiny that I want to grab. En het is weer op zo'n locatie dat ik echt zoiets heb van... Thanks voor het zo duidelijk te maken dat hier iets zit. Oké, je hebt hier wel die spookhoeden, maar die spookhoeden die zitten onder de richel. Ja, ik klaag hierover, want echt serieus, dit is outrageous. Ik heb geen idee weer trouwens waar ik naar manen voor kan zoeken. Amiibo's, ik serieus. Waar moet ik heen? Goed dat ik ben. Oké, er zijn 2 manen daar, er zijn 2 manen daar. Zijn er nog meer manen? Ja, er zijn nog meer manen. Oké. Dus hier zit nog inderdaad een deur die we over het hoofd hebben gezien. Misschien zit hier ook wel de 3 laatste paarse muntjes. Ik hoop het. Oh, deze. Die is leuk. Nou ja, leuk. Ah, hij is vermakelijk. Hij is vermakelijk. Laten we het zo doen. Hallo. Volgens mij is namelijk hier de bedoeling dat we alle... kleine... Spike dingen omver lopen. Toch? Het zou helemaal leuk zijn als ik hier dan ook de paarse muntjes vind. Waarom is er nog steeds geen ding voor paarse muntjes? Oh boy. Oh. Oeh. Ie. Wee. I'm a T-Rex and I'm a break you all! Ik serieus, eigenlijk zouden we Bowser gewoon moeten verslaan, weet je wel, als T-Rex. Hoe awesome zou dat zijn? Een epic gevecht met Bowser, King of the Koopas, weet je wel. Gewoon, en dan tot er een T-Rex in één keer. Gewoon... Epic Battle of Titans. Waar is dat de laatste? Niet? Bruh! Wie leeft er nog? Oh, daar leeft er nog één. Echt allemaal hebben. Boink. Ja, je moet ze allemaal hebben. Brah! Ik wil eigenlijk een stem en kreeg banaan. Bla bla bla. Yay. Oké, grote schoonmaak in het dino-nest. Ah, ik wist niet dat je hier aan het nesten was. Sorry, bro. Nou, herinner ik me nog dat je hier aan de zijkant... Ja, hier aan de zijkant zit. Willen we naar beneden springen? Even kijken. Ik wil zeker ervan zijn dat ik een paar muntjes ga missen. Er zijn er nog maar 3, dus... Waarom moet hij naar boven? Echt, hou hem gewoon beneden. Ik zeg van, ja, jij hebt hem gevonden. Pak hem maar. Nee, je moet echt helemaal niet terug. Ik kan niet lopen. Oké, ik denk niet dat er hier paarse muntjes zitten. Maar ik ga toch wel eventjes die warpipe gebruiken om te kijken of hier paarse muntjes zitten. Je weet het nooit. Je raadt het nooit. Ik wil niet weten hoeveel dat er ondertussen wel niet uitgeknipt wordt. Ik moet gewoon een gigantische zak berries maken om dit goed te maken. Weet je wel. Amaris does not like this. I do like this. Amaris, heb jij dat geregeld? Heb jij geregeld dat hier de laatste muntjes liggen? Ik vind het lief van je. Dankjewel, Amaris. Dat is geweldig. Nou, edit ons heel eventjes weer terug naar dat sterretje over daar. Het is een schatkistje! Yay! Ah, we zijn weer eigenlijk terug bij bamanen. Waarom heb ik nog geen bamaangrap gemaakt? Shame! Nou ja, nou dat we alle paarse muntjes hebben, laten we hier even alles kopen.
Ik moet wel zeggen, de stickers die je hier hebt, weet je wel. Alles wat je dan meevindt in de Odyssey, dat vind ik op zich wel heel erg grappig. En deze outfit, ik denk dat ik daar wel een leuk idee bij heb voor de volgende aflevering. Maar dit heb je al. Ja, ik wil het nog een keer. Ik wil het serieus, dit is awesome. Oké, ik bedoel, de nieuwe Jurassic Park film, of ja, de laatste Jurassic Park film, dat was echt een... Yeah. Maar, ik bedoel, weet je, dino's. Dino's zijn awesome. Oké, Amiibo! Ja, we hadden nog 2 maanden, toch? Juist, heel goed, heel goed, heel goed. We gaan daar heel eventjes naartoe. Amaris, als je wil heel eventjes daar naartoe kan gooien, heel erg fijn. Natuurlijk vergeet ik als een idioot weer dat je hier ook nog een maand kan kopen voor 100 muntjes. Yay. Als straf zou ik ook maar gelijk deze outfit hier dadelijk kopen. Oh, wacht. Yay, Bamaan. Bamanen zijn duur geworden. Ik serieus. Kon je geen trots geven of zo? Nee, ik wil dit. Dat geluid doet me gewoon denken aan Ultimate Chicken Horse. Ja, inderdaad. We dragen alvast de shorts met dat outfitje. Met het rare mutsje. Het ziet er niet uit. Kijk naar die schoenen, ik serieus. Het lijkt wel clownschoenen. Vreselijk. Oké, we hebben nog 1 maand en daar gaan we nou naartoe. Toch? Ah, het zit in deze steen. Oké, duidelijk. Gimme, 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 gimme. Gimme. Zo. In ieder geval ging dit stukken beter dan het berenrijk. Ik wil dat ding niet. Ga weg. Ik wil deze hebben. Oink. Breek open. Dank je. Bamaan! Steengoed bij de waterval. En met dat hebben we alle manen die we tot nu toe kunnen halen hier op het watervallenrijk. Het is maar goed dat we hier eigenlijk terug zijn gekomen. Oké, het zijn maar 15 manen. Nou ja, eigenlijk 14, want we hadden er al eentje in de vorige aflevering. Maar het zijn toch weer wat manen die we dus weer mee hebben genomen. Dus, zoals altijd, in de volgende aflevering dan gaan we dus naar het stedenrijk. En ja, laat me heel eventjes weten. Ik heb al een paar keer gevraagd dus of we dit gaan livestreamen of niet. Het hangt daar wel heel erg van af. Maar het lijkt me zeker leuk om dat een livestream een keertje te doen. En met dat gezegd hoop ik jullie allemaal te zien bij het stedenrijk. Dus bedankt voor het kijken. Niet te vergeten, ik heb er nou nog afleveringen niet neergezet. Maar we hebben nog steeds onze Discord. We doen nog steeds voice acting. En ja, we doen nog steeds heel erg veel met onze community. We hebben weer heel veel games die we doen. En natuurlijk ook heel erg veel livestreams die we samen met de community doen. Dus links daarin staan in de beschrijving. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vinden. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Amaris, bedankt voor het editen. Sorry, dit was een hel. Ik weet het.